Hallo, vandaag heb ik weer een nieuwe beautybox binnen. En dit keer de beautybox uit België. Ik wil in dit filmpje de beautybox aan jullie laten zien. Dus ik ga hem unboxen. Is voor mij ook de eerste keer, dus ik ben erg benieuwd. Nou, de beautybox staat voor Discover Beauty. Dus nieuwe beautyproducten ontdekken. Het is eenzelfde idee als de beautybox dus. Maar is totaal wat anders. Hij heeft een vierkante zwarte box. En als ik hem open, is hij binnen ziet hij er zo uit. Hij heeft het strikje. En dat cadeau-achtige verrassingpakket. En op de deksel staat een leuke tekening op met vogeltjes uit een kooi. Come fly with me. Let's fly away down to the beauty box. Ga ik hem openen. Hem open zie dit. Omschrijving en een reclame over Plant System. En dit is de inhoud. Zo ziet het uit van binnen. Er zitten 7 beautyproducten in dit keer. En het beautybox bestaat altijd 5 tot 7 beautyproducten, heb ik gelezen. En als eerste zie ik iets van Weleda. Deze komt ook vaak voor in Glossy Box. En dit zijn 2 sampletjes. Een shampoo en een conditioner. En dit is, helpt om je haar te versterken. Bijvoorbeeld beschadigd haar of droog haar. En daarna zie ik nog iets. Dezelfde kleur van Weleda, maar dan in een klein miniatuur. En dit is dan de shampoo. Het is hetzelfde product. En de shampoo kost normaal gesproken voor 190 ml 11 euro. De Weleda Haven Shampoo. Daarna zie ik nog een klein tubetje van Weleda. Dit keer is het een body lotion voor je lichaam. En het is een wilde geur met wilde roos. Deze heb ik eerder gekregen uit de Glossy Box. En 119 ml kost al 11 euro. En dan zie ik 2 kleine serum tubetjes. 2 keer 10 ml. Hetzelfde zijn het. Maar René Fjordner Paris Astera. En dit is een, ja, er zit een eucalyptusolie en een asterisk plant en die zorgt voor verfrissend effect. Het is een serum voor je hoofdhuid en zorgt ervoor dat je een gezonde hoofdhuid krijgt en gezonde haarwortels. Ik ben benieuwd, ik heb nog nooit van zulke producten gehoord, serum voor je hoofdhuid of haarwortels. Dus ja, dat is wel iets om te ontdekken. Hè. Dus, nou, daar zie ik iets van Eucerin. Eucerin is een kenmerk voor een gevoelige huid. En het is een product met 30 ml. En 75 ml kost 7,80 euro. En dit is een handcreme voor je handen. En ja goed, het weer wat kouder, dus altijd fijn om een nieuwe handcreme te hebben en het uit te proberen. Dus het is sowieso fijn voor de komende periode. Daarnaast zie ik 2 full-size producten. Een merk die ik niet ken. En het is best wel een groot product van Organic Cosmetics Plant System Serum. En eens even kijken. Hij kost voor 30 ml. Dit is full size. Is hij al 1975. En het is een ecologische en biologische behandeling tegen een huidveroudering. Ben benieuwd. En een product van ROC Retinox Correction. Een anti-rimpel moisturizer. Het is een soort van, even kijken, hier staat dagcreme op, terwijl hier staat dat het moisturizer is, dus dat klopt iets niet. En 40 ml is 32,50. Maar het is in ieder geval een moisturizer voor rimpels. Nou, dit zijn dus de producten van de beautybox maand september. Sommige producten kunnen wel handig zijn, maar ja, ik zoek producten, heb ik al heel
heel veel van. Vooral van deze kleine producten heb ik heel veel van de Glossy Box. En het is een leuke beautybox om nieuwe dingen te ontdekken. Ja, 5 tot 7 producten zitten erin. En het kost €15 per maand. Ongeveer even duur als de Glossy Box. Je kunt hem bestellen op de onderstaande link. Als je dit filmpje leuk vindt, dan duimpjes omhoog. Ik weet niet of jullie de Duty Box al kennen. Laat het mij even weten wat jij ervan vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!